waar je 's nachts voor terugkomt. Karen, waarom kom jij 's nachts voor dit terug? We staan hier eigenlijk bij het tapijt gemaakt door Dirk van Zanen. Dirk van Zanen is een van de minder bekende ontwerpers die deel uitmaakte van de Antwerpse Zes. En hij maakte voor onze tentoonstelling Rick Wouters en het huiselijk Utopia eigenlijk een schilderij over zijn eigen huiselijk Utopia. Met name zijn tuin, met dus de katten van de buren, de duiven en zijn rozentuin. Ah. Hij heeft het eigenlijk geschilderd en dat is dan omgezet door een Belgisch bedrijf in een handgetuft tapijt van zuivere wol. Mm. Het is eigenlijk een plek om zowel op te gaan zitten, want je kan erop zitten als om te bewonderen. Het is ook heel aangenaam, het is heel zacht. En wat is jouw lievelingsplekje in het tapijt? Goh, ik vind bijvoorbeeld de kat met de gele streepjes heel fijn, ja. Omdat die... Ja, zoals Dirk zei, het zijn de katten van de buren. Dus die van de buren zijn misschien altijd net iets onvoorspelbaarder. Ja, ja. Dus ik vind die zijn blik ook een beetje uitdagend en grappig. Nou, is kunst en ook toegepaste kunst zoals dit natuurlijk ook iets wat op je gevoel speelt. Ja. Wat krijg je dan voor gevoel als je hier zo een tijdje zit? Ja, dat is inderdaad het slow gevoel dat heel de tentoonstelling een beetje samenvat. Zeg maar, de kleine dingen des levens, het genieten van een zacht tapijt, een kop koffie. Laten we zeggen, het afgelopen jaar is geen mooi of gemakkelijk jaar geweest op gebied van wereldsituatie. Dus ik wou eigenlijk ook iets creëren. Een ontwerper tonen die op een kleine positieve manier ook wel een soort van hoop brengen. Door kleine dagelijkse dingen, zeg maar, de meer kleinere geneugten van het leven terug een beetje in het licht te stellen.